het nieuwe Sinterklaasliedje op mijn YouTube-kanaal. Ja, het liedje heet Mijn Allermooiste Schoen. Je kunt het nu zien op Lucilla's YouTube-kanaal. Veel dans en zingplezier. Een hele goede morgen en welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en je ziet Lucie eens naar buiten kijken. Want het regen pijpen stelen, jongens. Kijk, het is volgens mij even half gestormd buiten, of niet? Het is heel hard gestormd. Zo ziet het er wel uit. En geregend vandaag. Hele goede morgen allemaal. Goedemorgen. Lekker aan het ontbijt. Lekker even een filmpje kijken. En dan gaan Lila, Lucilla en Luxie en ook Lucius gaan naar het kinderdagverblijf. Mama. Of tenminste, hij gaat naar het kinderdagverblijf. Mama. Ja, liefie. Ja? Oh, ze wil nog wat vertellen. Ja. Kom maar aan, Pip. Ja? Ik denk dat Nietjan er iets in zit. Cadeautjes in je schoen. Ik heb een broodje pepernoten. Of pepernoten, chocola. Ja, Pip wil naar buiten, daarom lacht ze. Alleen het regent wel, maar ze moeten er toch even uit. Kijk, daar gaan ze. Ja, ze hebben gisteren de schoen gezet op school. Ja, ik heb een bakje gezet. En een? Papa. Een bakje. Papa. Is het papa? Ja, papa. Hey, papa. Ja, het regent echt heel hard. Het waait en het is echt typisch herfstweer. Jee. Mama, ik pak zo ook een aan. Oké. Okay. Dit hier me op is. Ja, doe maar lekker op eten, jongen. Maar ik wil deze ook. Ja, die mag geen ook. Die mag geen ook. Hi. Hi. Luxie wil ook aardbeidjes. Die mag jij zo ook. Maar nou, jongens, even lekker eten. De schooltassen zijn alweer gemaakt inmiddels. Dan gaan we zo eerst, of ik ga zo even Luan, Lucilla, Luxie en ook Lucius naar school brengen. Dus kijk, vandaag weer gezellig. Net als mee. Oké, jongens, ondertussen zijn de kinderen lekker op school aan het spelen en leren en het doen. En zijn Daniel en ik vanochtend al niet druk bezig geweest met allerlei leuke dingetjes. Achter de schermen en het regelen voor onder andere morgen. Dat gaan jullie morgen allemaal zien in de vlog van morgen. Maar voor vandaag mogen de kinderen voor de tweede keer hun schoen zetten. De eerste keer hebben ze al een schoentje gezet op het moment dat Sinterklaas aankwam in Nederland. Afgelopen weekend. Die video kon je zien op het kanaal van Luxie hebben we toen online gezet. Maar voor vandaag willen ze graag nog een keer de schoen zetten. We mogen altijd een paar keer de schoen zetten voordat de pakjesavond begint. En dat is vandaag. Zo, nou, laptop dicht. Lekker veel e-mails staan, calls gehad, telefoons gepleegd. En nu zie ik vader weer binnenkomen met lieve Lucius. Die volgens mij heerlijk heeft gespeeld. Met zijn klas van oudjes. Hey, wat nog steeds. Hey, kijk eens. Hey, vriend. Kom lekker in, jongen. Lekker gespeeld? Ja. Wat een weer, hè? Ja, woezele pup, die vindt het zelf zo vies. Heeft hij niet buiten gespeeld, zei hij. Nee, het regent alsmaar. Woezele pup wil ook niet naar buiten, Lusjes. Ah, lekker warm jasje uit. Hey, jongen, high five, man. Hey, ja. Welkom thuis, vriend. Lekker gegeten, gespeeld? Had hij leuk gehad? Ja, heel leuk. Die welkom thuis, jongen. Ja, even knuffelen, drinken bij mami. En dan lekker slaapje doen tot je broer en zus thuis zijn. Welkom thuis. Ja. Nou jongens, ondertussen hebben we ook Luan, Lucilla en Luxie van school opgehaald. En het is gewoon echt een hele donkere, grauwe dag. Het is zo'n regenachtige dag dat het heel dag donker is. Dus we hebben even een grote lampen aangedaan. En dan zaten we hier echt in het donker voor de vlog hoor. Dus zometeen doe ik ze weer uit. Want we leven niet op de zon vandaag, maar op de netstroom. Zoals papa zegt. Ja, als het, de kostbare halleluja lampen aan. Voor het scherpe beeld. Maar goed. Het is wel weg, maar toch. Ja, maar toch. Het is wel veel lamp. Maar dat maakt niet uit. Wat ik wilde zeggen. De kinderen zijn weer lekker thuis van school. We hebben weer lekkere pepernootjes op tafel staan. Want we zitten helemaal in het Sinterklaas sfeertje. Want wat zijn ze aan het doen? Sinterklaas tekening aan het maken. Ze zijn Sinterklaas tekening aan het maken. Want wat gaan we doen vandaag, Luxie? Schoen zetten. We mogen vandaag weer de schoen zetten. En hoeveelste keer zit dit jaar? Nummer twee. Ja, Luxie wou nog een pepernootje. Lucius die snoept er ook van, volgens mij. Ik ga deze. Lekker, jongens. Lucius wil ook zijn schoen zetten, hoor. Nou, ik denk dat Lucius papa zijn schoen gaat zetten. Want als die papa zijn schoen zet,
krijgt hij nog meer pepernootjes. Kijk, want hij is gek op pepernootjes. Ja, dan ruiken ze pepernootjes wel naar kaas. Ja, dan ruiken ze wel naar kaas. Dan ruiken ze wel naar kaas. Ik weet niet of dat een heel ander idee is om jouw schoen te gebruiken. Maar die ruiken echt naar kaas. Kaaspepernootjes. Kaaspepernoten. Geen chocoladepepernoten, kaaspepernoten. Eeuw. Nee, maar Daniel zet ik zijn schoenen altijd, even een side note. Daniel zet zijn schoenen ook altijd buiten de deur neer. Omdat als hij ze binnen in onze schoenenkast neerzet, gaan ze in de schoenenkast. Nee, vooral die witte gimpen. Dat is ook de makkelijke, de witjes die ik voor jou kreeg. Dat zijn een beetje zweetschoenen. Maar goed, even genoeg over de schoenen van Daniel. We zijn in ieder geval lekker aan het tekenen. De allerzuurste schoen. Want ze mogen, ja, de allerzuurste schoen. Niet mijn allermooiste schoen, maar de allerzuurste schoen. Maar ja, zoals jullie hebben gezien, hebben we dus een nieuw Sinterklaasliedje. En die kunnen jullie al spotten op het kanaal van Lucilla, hebben jullie net gehoord. En vanavond gaan we die voor het eerst zingen, terwijl de kinderen hun schoen zetten. Dus als ze heel hard zingen, dan horen de Pieten, hey, ik hoor een nieuw liedje. En ze hebben hem samen met Koele Piet gezongen. Misschien dat Koele Piet dan denkt, oh ja, dat is het liedje. En ja, dan komen ze natuurlijk weer langs om wat in de schoenen te doen. Want hoe harder je zingt, hoe beter ze het kunnen horen. Ja, inderdaad. Dus nou, we gaan in ieder geval weer eventjes een mooie tekening fabriceren. Niet alle pepernoten opsnoepen. Want Luan heeft nog helemaal niks op zijn blaadje. Hij heeft alleen nog maar pepernoten gesnoept. En Lucilla die heeft al een heel mooie naam geschreven. Maar die is ook nog net begonnen. Lucius die heeft de hele bakken voor zich. Mag ik ook wat kleuren dan? Ik denk jij komt voor die pepernoten. Een allerzuurste schoentje. Allerzuurste schoentje. Ik teken hier een wolkje. En Luxie die maakt een kunstwerk. Dus vandaag regenwolk. Mama, ik heb deze gevonden. Oh, dat is een timmetje. Die zat de vorige keer in jullie schoen. Toen hebben we het uit jullie schoenen gevist. En toen heeft papa het in die bak gedaan. Ja. Dat is ook handig. Proef ik. Is lekker. Ja. Proef ik. Schoenpepernoten. Ik ben gek op tumtummetjes. Ik ben gek op schuimpjes, maar die zit er niet bij. Je kunt beter aan Piet vragen of hij de pepernootjes inruilt voor tumtummetjes. Ze zoeken alleen maar de tumtummetjes. Ja, mama. Wat maakt mama? Ik denk dat de pepernoten een beetje thuis zijn. Oh, echt? Ja. Vind ik ze juist wel lekker. Papa die probeert wat te vertellen aan jullie jongens. Niemand die luistert, papa. Wat is dat nou? Probeer biologie bij te brengen. Naar regen komt. Maar deze. Zon. Zon. En na de zon komt er. Nacht. Maan, ja. Maan, hè. Maar dan, deze heb ik maak dan wel van de kaars. Ja, dat is een vallende ster. Mooi. Nou, ja jongens. Ik vind deze ook. Kan papa misschien wel openmaken. Ja, er waren ook mensen trouwens, Luan, die vroegen of Luan al surprises maakt in de klas. Ja. Ja, Luan is. Ja, ga ik voor het allereerst doen. Een surprise maken voor een klasgenoot. Hoe lekker. Ja. En ik vind het eigenlijk best wel een beetje spannend. En surprise maken, dat vind ik altijd nog wel een uitdaging hoor. Maar ja, het hoeft niet perfect te zijn. En ja, dit jaar doen we surprises in de klas. Eerste jaar, ja. En waarom doen jullie in groep 6 surprises? Waarom heeft Lucilla nog geen surprises en Luxie? En bij jou al wel? Ja, hoe zeg je dat, zeg maar? Ja, ik weet het wel alleen. Nou, ja, helpt de Pieten. Want de Pieten die kunnen natuurlijk niet voor zoveel kinderen allemaal op één school zoveel cadeautjes overal doen. Dus dan hebben ze de hulp ingeschakeld van de grote kinderen op school. En dat is vanaf groep 6. Word je een soort, eigenlijk ben je een soort hulppiet. Hè? En dan doen ze voor elkaar, doen jullie dan cadeautjes maken. Zodat de Pieten niet al dat werk hoeven te doen. Ja, ja. Dat is de reden waarom Luan. Wij moeten ook een verlanglijstje maken, hè? En diegene, dat is dan een beetje de hulppiet, die moet dan dat cadeautje ook gaan kopen. Ja, dat noem je loodjes trekken. En dan een brief, dan staat erin wanneer je de surprise moet maken en wat maximaal de prijs is. En dat een beetje allemaal. Mm-hmm. En dan gaan we grabbelen. Ja. Iedereen moet voor zichzelf een loodje trekken. En dan kijken wat erop staat. Dan moet je voor diegene een surprise en een cadeautje kopen. En een gedichtje. En een gedicht. Ze moeten ook nog gaan rijmen. Wat moet rijmen? En kan papa wel mee helpen? Met een rijmen. Je had het rustig al in groep 5. Hey, Lusjes leuk. Lusjes maar toen had ik nog geen surprise.
Nee, toen had je alleen in groep 5 had je alleen een gedichtje. Ja. Dan had. Ja, kijk op. Nou. En een cadeautje. Oh, en een cadeautje. 1, 2. Oep, wat is de kikker naar de zus? Die wil hem lachen. Tipa! Wat is de kikker nou? Luxie, zit er maar voor. Deze kikker die had hij in zijn schoen gekregen, hè, de vorige keer. Leg maar voor, Sanne. Dag, ik ben Kikker en hier woon ik in het fijnste huis van de wereld. Ga je mee naar binnen? Oh ja, nu een pepernootje. Nou, de volgende was hij, wat staat daar? En dit is mijn vriend Rad. Hij houdt van avontuur. En we nemen broodjes mee. En een appel. Ga je mee op reis? Wauw, reis met kikkerlusjes. En de laatste bladzijde? Samen vieren we feest. Rad maakt muziek en we dansen en we zingen. Doe je mee? Goed gedaan, Sil. Zo kan goed voorlezen. Je kan heel goed voorlezen. Maar dat zijn ook makkelijke zinnen. Ja, gaat Luxie ook nog leren, Luxie. Ja. Maar ik kan nog een keer zeggen. Nee, maar je kan wel Luxie schrijven. Vroeger kon Luan eerst voorlezen aan Luxie. Ja. Ik kon Lucilla voorlezen aan Luxie. Luan las ook echt voor Luxie. Ja, leuk hè? Ja. En Luxie kan voorlezen voor Lucie straks. Jij moet raden welke kleur deze pen is. Zilver. Nee. Ja. Goud? Niks. Oh. Ah. Op. Was die op. Maar wat gaan jullie vragen aan Sinterklaas? Wat staat er op jullie lijstje? Nou, is dat walkie-talkie. Walkie-talkie? En, wat was het ook alweer? Weet je het nog? Eén van de 10 dingen. Eén van de 10 dingen. Heel veel. Oh, een koptelefoon. Een koptelefoon? Wat voor een koptelefoon? Een unicorn koptelefoon. Een unicorn koptelefoon. Muziek te luisteren. En wat had jij? Ik heb ook zo'n koptelefoon. Dat ook van unicorn. En weet je in het kreeg? Zit je vol? Een vieze van een kuppop. Die heb jij toch weggedaan net? Oh, de make-up pop. Ja. 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 En die heb ik dan ook. Ja, make-up pop en een make-up doos. Die was en ook. Die van zijn kaas kreeg. Ja. Dan wil ik hem die wil helemaal fit maken. Ja. Ja. Dan en Luxie had heel erg van make-up, hè? En van popjes. Hier. Ja, nou, doe ze ook van. Ja. Ik wil haar kuppen dan. Dat is tegen mama. Maar ik heb hem en zeg mama nee. En dan kun je bijna haar kuppop doen. En dan kun je bij je make-up pop doen als jij het niet zelf mag. Ja, dat klopt. Dat is een goed idee. Ja. Liesjes. Wat is het, jongen? Ik heb niet lippenstift. Nee, je hebt nou geen lippenstift op. Nu vindt papa jou. Nu ben je naturel. Papa vindt jou zo het mooist. Ik hoop het langs. Ja. Natuurlijk. Goed, Dinka. Maar straks de schoen. Wat dacht je dan? We gaan een tekening maken. Als we een licht doen. Van mama, van papa. Ja. De vorige keer met de schoen zetten, Luxie, had je wat vergeten. Wat hadden jullie ook weer vergeten? Ja, het verlanglijstje. Jullie hadden een heel mooi verlanglijstje gemaakt, maar die waren vergeten. Zo'n kaartje bij, maar daar was op een verlanglijstje. Moet ik even kijken waar ik die neer heb gelegd? Ja. Want die heeft mama toen wel op een plek om te bewaren neergelegd. Maar ja, die plek. Mama, ik weet het. Moet ik even kijken. Hier had ik ze neergelegd. Ik denk dan leg ik ze mooi netjes hier neer. Heb ze gevonden, jongens? Dus even kijken. De verlanglijstjes. Eentje was voor Lusjes. Die laten we even bij papa liggen. Dat is dan de scheurlijstje. Deze was van Luan. Even kijken. Luan. Luan, deze is van. Oh ja, kijk. Van Luxie. Met de make-up pop en de make-upjes. En de popjes. Wow, en deze was van mama, toch? En deze was van mama. Ja, deze was van mama. Kijk, nou, die moeten we nu dus niet vergeten. Nee, ik wil deze in mijn schoen. Ja, je hebt het hele. Je wil zelfs een dart-ding in je schoen. Maar ja, ik weet niet of dit schoencadeautjes zijn. Ik denk mama, dat het misschien een beetje pakjesavond-cadeautjes zijn. Nee, dat is voor pakjesavond. Maar mama. Ja. Maar mama, mogen we een nieuwe schoen zetten? Ja, dat is ook zo. Ja. Wij hebben namelijk net, hebben we even buiten het vlog omgedaan, nieuwe schoenen gekocht. Dat is een
En die nieuwe schoenen die hebben we namelijk morgen nodig voor de videoclip. Oh, ik dacht dat je mijn oude schoenen zou. Allermooiste schoen klaar. Het moet wel allermooiste schoen zijn, dus we hebben hele mooie schoentjes gekocht. Schoenen gekocht. Voor de kinderen. Echt waar? Niet voor mij? Niet voor jou. Nee. Oh, sorry. Oh, ik heb nog steeds mijn oude, alleroudste, duurste schoenen. Zal ik die gewoon maar lopen? Die naar elkaar gaan. Maar wie zegt dat wij de schoenen open zoet zetten? Oh, nee. Dat is een goede vraag, jongens. Ouders onder ons, zetten jullie ook jullie schoenen? Dat wil ik wel eens weten, want wij doen het eigenlijk nooit. Maar misschien... Ja, ik wil het gewoon eens vragen. Als wij het wel doen, dan komt er misschien wel wat in. Of een brandnetel. Ja, misschien moet ik het maar niet doen, want dan hebben we straks niks om onze schoenen. Ja, de Sinterklaas, dan wat denk je die ouders van? Ja. Dat ben ik. Met cadeautjes hebben. Geniet ervan, jongens. Papa, mama wil nog heel graag hun allermooiste schoenen zetten. Ik kan me nog herinneren dat ik vroeger wel mijn schoen mocht zetten. En dan was ik altijd zo benieuwd, 's ochtends vroeg, wat er dan in de schoen zat. Ik had altijd een klein klompje. En die mocht ik ook bij de snoepwinkel, ja, minder zetten. Dat is dat dan ook wel. Oh, ja. Luxie, had jij nog je schoen op school gezet? Ja, ze hadden de schoen op school gezet. Ze hadden pepernoten in de klas. En Rommelpiet was langs geweest. Maar Rommelpiet was helemaal kras vies gemaakt. Ze is helemaal vies gemaakt? Ja. Wat was er dan vies? Daar zat het boek helemaal over te krassen. Over de toe en over de... En over de... En over de bank, en bij je stoel, en je werktafel, boeken. Alle boeken lagen overal. Dat is niet meer netjes. Rommelpiet wel waar? Ook dus in een kaaspak op de grond. Kaaspak. En dus in een kaaspietje pakken. Oeh. Op de grond bij de keuken. Nou, wat een gedonder. Rommel de bommel, wat een gestommel. Bij mijn pepernoten in de schoen, maar nu ook bieven. En dan twee bieven en dan moet het zo in mijn... En zo kist. Ja, brief in de kist. Zo doodjes. En daar zijn de pepernoten. Ah, dus je moest eerst op zoek naar de pepernoten. Nee. Je hebt niet meteen de pepernoten gevonden. Die waren verstopt. Aha. Aha. Nou jongens, zoals jullie zien is het Luxie. Echt? Ze hebben praatjes voor tien. Luxie heeft praatjes. Ze hebben praatjes voor tien. Ja, Luxie zit in de praatfase. Die kletsen oren van je... Van je hoofd, zo lekker dat ze kan kletsen. Als jullie de clip al hebben gezien op Lucilla haar kanaal, dan hebben jullie kunnen zien dat wij een open haard hebben en dat het open haardje brandt. Maar, één dag even ervoor jongens... Kregen wij dus net de open haard niet aan. Dus daar in ieder geval belletjes plegen hier en daar. En hij wil het even laten zien. Hier heeft hij een open haardje aangekregen. Kijk, hier het weer. Dan weet ik niet of we hier de clip gaan opnemen. Ik ook niet. Dat wordt waarschijnlijk de schouw in onze woonkamer. En? Maar ja, die moest natuurlijk ook wel even aangemaakt, gefixt worden, zeg maar, met op het gras. En uiteindelijk is het gelukt. Tada. Ik dacht van... Zal het me lukken of niet? De gasprijzen zijn natuurlijk wat hoog. Maar dat is wel heel gezellig. Ja, dat kan wel. We hebben hem nog wel echt heel lang niet aangehad sinds vorig jaar, zeg maar. En nu hebben we hem weer aan. In een half uurtje verbranden. Ja. En dan weer lekker uit. Warm. Dan hebben we morgen hem ook. We hebben morgen voor de videoclip in ieder geval ook een mooi open haartje op de achtergrond. Dat is wel leuk voor de sfeer. En gaat het los sneeuwen? Dan weten we nu voor de zekerheid. Dat wij een vuurtje. Dat we deze nog eens een gaskarretje hebben, ja. Nou ja, ondertussen zitten we al lekker aan tafel. Het is al lekker donker buiten geworden, zoals jullie zien. Zitten we lekker aan tafel. We hebben lekker een hapje eten, want dan gaan we zo meteen eerst even douchen. We gaan altijd eerst, voordat we de schoenen zetten, dat we echt helemaal bedklaar zijn, zeg maar. Ja. En dan gaan we in de pyjama gaan we dan de schoentjes pakken. En de wortel. Wortel, ja. Hebben we wortel? Ja. Gelukkig heeft mama boodschapjes gedaan. Voor het paard. Mama, paard is of een appel. Paard is stond. Eet ook soms appel. Eet soms ook appel. Kun je ook een appel doen? Ja, ik ga een appel doen. Wil jij een appel doen? Mogen we best een lepel van in? Oh, ja, bestek. Dat is wel zo handig. Ja, ik zeg, eet smakelijk. Kijk, eten met je handen. Lekker ouderwets. Zoals vroeger. Mama, ik moet eten met mijn handen doen. Ja, met je handen. Lekker kipkappen. Alsjeblieft, jongen. Lekker kipkappen. Oeh, gelukkig zat er nog geen drink in. Eet smakelijk, jongens. Nee, het is er alweer uit. Eet smakelijk. Oh ja, dat heb je alweer op. Eet smakelijk. Eet smakelijk.
En ja, ik wil hem afsluiten, maar dan hoef ik, we gaan hem nog gewoon niet afsluiten, jongens. Dat is even wat anders dan normaal. Want normaal gesproken sluiten we hem hier af, tenminste over het algemeen. Sluiten we hem vaak af bij het avondeten. Maar dat doen we nu niet, want we gaan zo meteen nog lekker door met vloggen. Ja, want we gaan zo de schoen zetten. Ik leg nog wel even, want ik ga naar de sport. Oh ja, en Daniel die gaat wel sporten. Die dus hij is bij sporten. Het schoentje zetten. Schoen zetten is hij er niet meer bij. Dus zijn zweetschoen die... Nee, ik heb met mijn hoofd in de kachel gezeten. Ja, dus je hebt wel met je hoofd in de kachel gezeten. Ik denk dat Sinterklaas er ook heel blij mee is. Kachel. En bij het schoentje zetten, band lekker daar. Kachel. Ja. Ja. Nou. Daniel, die zien jullie morgen weer. Morgen bij de backstage videoclipopnames, ja, jongens. Superleuk. Lekker thuis. We hebben echt gekozen om het lekker thuis te doen. Het is ook een fijne setting altijd. En hier zetten de kinderen natuurlijk ook altijd echt hun schoentje. Dus hoe leuk is het om in de clip ook echt het schoen, de schoen te zetten. En ik lekker in ons eigen huis. Dietje zit al helemaal in hun hoofd. Oh, nee, die gaan natuurlijk niet. Ja, dat mag wel. Oh ja, want we hebben hem online gezien. We hebben dit heel lang geheim moeten houden. Want we hebben het al een tijd geleden hebben het liedje opgenomen. Als jullie denken, waarom is het liedje nu pas online? Waarom is het niet online gekomen toen Sinterklaas in het land kwam? Er is wat vertraging opgelopen met het editen van het liedje zelf. En daardoor heeft het een klein beetje vertraging opgelopen. Maar jongens, wij zeggen altijd beter laat dan nooit. Dus kunnen we alsnog allemaal lekker gaan genieten de komende periode van het superleuke Sinterklaasliedje. Die we zo meteen ook lekker gaan zingen. Maar eerst even lekker eten. Allerlei. Dus we een plezier nog hebben. Ja. Ik kan niet wachten. Ik ben niet wijken. Nou, ze heeft de nieuwe schoenen laten zien. Dit is mijn. Ze is speciaal voor de clip, papa. Wow. En dan lichtjes. Lichtjes geven, hè. Wauw. Ja. En Lucilla. Ik heb twee schoenen. Deze. Huh? Deze hebben een laarsjes. Cowboy schoenen. Oh, ja, een beetje witte laarsjes. Moet je alleen zondag staan, hè? Ja. En deze leuke schoenen. En die boek. En bandvaart. Met een bondje. En die past bij de sneeuw. Ja, die past bij de sneeuw. Ik heb ook sloffen. En ook deze botte schoenen. Nou jongens, we hebben even een optreden. Als ik daar een schoen zet. Vraag om een lekker doos, voordat ik weer eens naar haar ben. Voor een hele grote boot, met die boot kan ik op het water. Spuien toen weer varen, op en neer, op en neer. Op de golf gaat lekker weer. Nou, ik moet dit maar door de schoen steken. Ik wil maar een klein beetje kroppen. Zo gewoon door mijn hulp hoor. Ik hoop dat ik dat snap, maar ik heb nog wel. Ik zit de allermooiste schoenen. Ik zal er allemaal.
jongens. Nou, dit was het eerste optreden. Ja. Volgens mij zo spontaan. Mama, dit zijn liefjes. Hele mooie schoenen, liefie. Dat zijn super mooie schoenen om te zetten. Hm? Ja. Nou, dan is het... Ik ga deze zetten. Ja, ga je die schoenen zetten? Ja, Lucius, even heel hoog te snappen. Dit zit echt een vlammetjes. Je moet je alleen maar tot hier staan. Ja, we houden Lucius goed in de gaten met de vlammetjes. Want dat is ouw. Ja, dat is warm. Ja, dan laat je het zien, dat is ouw. Lucius, dat is ouw. Dit ja, is ouw. Ouw. Het vuurtje. Nou jongens, dan is het tijd om lekker te gaan douchen. Ja, en met jullie pyjama's weer terug te komen. Nee. Hoeven jullie nog niet naar bed? Papa mag even het dansje zien. Had papa nog niet gezien voor vanmorgen. Ah, een kusje van liesjes. Even zacht, dan weet je hoe straks naar boven. Dit is naar beneden en dit is naar boven. Ja, dat is goed. Ik zet hem weer even helemaal uit. Okay, ja. En dan is hij weer uit. Okay, nou jongens, kom, we gaan lekker douchen. Okay. Ja, ik heb even de schoenen klaar. Ja, zet hem even klaar. En de andere schoenen zet ik even bij de schoenenkast. Ja, die zet maar bij de schoenenkast. Voor morgen. Maar morgen moeten wel al jullie schoenen verzamelen voor de videoclip. Want ze zingen over allerlei soorten schoenen. Dus we hebben heel veel jullie schoenen nodig. Dus we gaan straks ook nog even schoenenzoektocht doen. Ja, ik doe het uit. En mama, waar moeten we de poepschoenen zien? En we moeten ook een poepschoen zien te ik vinden. Ik weet het. Waar dan? Boezem moet op papa's fietsen. Kaas, oude schoenpoepen. Ja. Misschien wil Woesel er even een bijdrage aan doen. Ja, daar staat hij. Ja, hij staat er al. Doet daar gewoon pasta op, hoor. Gewoon pasta. 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 Ja, pasta. Het is niet echt een poepschoen, hè? Woesel is zindelijk. Mama, een schoen met trommel erop. Ja, dat kan ook. Douchen. Ik was even af en ik ga sporten. Jongens, wij gaan naar de douche. En dan komen we zo meteen terug in de pyjama. En papa gaat lekker sporten. Dus, jongens, we zien jullie zo. En daar zijn we weer, jongens. We hebben lekker gedoucht. We hebben de pyjama's lekker aan. Natuurlijk de pietenmutsen en meidetjes op. En ja, jongens, het is tijd om de schoen te zetten. Wat gaan we als eerst doen? Ja. Jullie weten het. De tekeningen. Heel goed. En de verlanglijstjes ook. Ja. Dus is ook een verlanglijstje. Je kunt het best denk ik zo er neerleggen. Ik weet het niet. Goed. Ja, goed. Zo doe ik zien. Ja. Over appel. Ja, een hele goede luxie. Weet je nou waar dat ligt? Ja. Ja, gezien Lusjes. Eerst je verlanglijstje. Ja, heel goed. Leg die maar bij je schoen, Lusjes. Goed zo, Lusjes. Kijk, Lusjes dan. Wat een gezelligheid hier bij jou, hier tekeningen. Ik doe ze in 1 en 2 in elkaar. Ja. Heel goed. Nou, dan moeten we even in de koelkast kijken, Luxie. Of we wortels hebben voor het paard. Zo. Of appels, dat kan ook. Ja, we gaan even kijken. Ik zie hierheen. Appels hebben we in ieder geval wel. En hebben we ook wortels? Die onderste, denk ik. Ja, we gaan de wortels zien. Oh, nee, voor. Oh, zo snel, hè? De oosterste. En een appel. Die is lastig. Ja, dat zijn echte paardenwortels, dit. Oh. Je wordt je wel, je bent wel sterk, ja. Gaat dat? Nee, dat is Lucilla best wel sterk eigenlijk. Hé, dat is best wel sterk. Je mag hem ook helemaal erin doen hoor. Ik denk dat het paard het wel lekker vindt, zo'n grote. Oké. Ja. Ook een appel mee. Ook een appel mee. Heel goed, Tuxie. Toppie. Nou. Ik heb een wortel en een appel. Een wortel en een appel. Ja. Lucius, eet jij nou de appel? Van het paard? Eet je de appel van het paard? Hij denkt, dat is lekker, een appeltje. Ja, jongen. Ah, een paar hapjes mag hij wel uit de appel. Dan kan het paard wel missen. Ik kan een nieuwe appel pakken. Dat kan ook. Je kunt ook een nieuwe appel pakken. Dat kan ook. En wat moeten we nu doen? Wat moeten we nu doen? Ik. Ja. Je hoort een liedje zingen. Heel hard. Liedjes zingen. Heel hard. Wat voor liedje wil je als eerste zingen? En een pietje is weg. Die wil je zingen? Oké. Okay. Ja. Wat een pech. Het kleine Pietje weg, waar kan die nou toch zijn? Oh, dit is zo niet fijn, heb jij misschien de gouden sleutel ook gezien? Want wie hem vindt is zijn held, en wij zint ons verteld, hij is blij. En als de zorgen zijn voorbij, alle cadeaus voor jou en mij.
Vele van Sinterklaas gaan altijd zijn aan zij. Oh, wat een pech. Mooi, Luxie. Nou, Lucilla, welk liedje wil jij? Ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten. Zijn knecht staat te lachen en roept ons geest toe. Wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is, de roep. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij. Hoort wie klopt daar, kinderen? Hoort wie klopt daar, kinderen? Hoort wie tikt daar zachtjes tegen het raam? Het is een vreemdeling zeker, die vertaald is zeker. Dan we even vragen naar zijn naam. Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas, breng ons vanavond weer een bezoek. En strooi dan wat lekkers in een of andere hoek. Koek, koek. Papa. Oeh, gaan ze dansen? Als ik haast me schoenen, vraag om een bakje droog. Voor een liedje die als een water, voor een hele grote boot. Met die boot kan ik op het water, naar Spanje toe wil ik varen. Op en neer, op en neer, op de golf gaan we lekker in. Oh.
nou, ik denk dat ze dat buiten wel gehoord moeten hebben. Zullen we eens even kijken of we al iets van Pieter zien? Ja, Kom, ga eens even kijken. Even kijken hoor, of ze dit gehoord hebben. Kijk. Zien we ergens al een Piet Luxie? Pieter, hebben jullie het gehoord? En mam, misschien kon nu wel een stick op de Piet via daar binnen en gaat nu onze schoenen. Nee, ja, dat zal wel heel snel zijn. Maar even goed roepen, Lucilla Luxie. Zeg maar, Piet! We zetten onze schoen. We zetten onze schoen vanavond. We gaan samen met. Dan kun je onze schoenen vullen. Wat is dat, Luxie? Ja, Lucie die roept ook. Ja. Papa, ja, papa. Kom je. Lucie is gek van papa. Neerzet. Ja. Pieter. Misschien lopen ze wel zo over het dak daar zo. En dan gaan ze hier zo naar af. Dan komen ze hier zo binnen. Ze hebben dus gouden sleutel, hè? Ze hebben geen schoorsteen. Waar staat bovenop de deur dan? Nee, maar dan komen ze, lopen ze daar zo bovenop. En dan lopen ze hier zo naar binnen, denk ik. Maar, met de gouden sleutel. Hoe van de tank meten? Springen. Pieter kunnen heel goed springen. Maar dan moet je zo pingen. Ja, het is wel een heel groot dak dit, hè? Dat klopt. Ik denk niet dat ze op dit dak gaan. Ik denk eerder dat het op die gaan. Nee, en dat daar zo, daarop. Ja, dan zo daarop. Maar kunnen ze dan niet op de stenen vallen? Nee, die zijn heel erg, die gaan zo, hoep zo op de stenen. Koeiepiet of net haar been poken. Koeiepiet. Oh, Koeiepiet? Ja, Koeiepiet. Echt waar? Ja. Had hij dat gezegd tegen jou? Ja. Nee, in die film. Ik zag hem in de film. Oh ja, toen was hij gestruikeld. Oh, met Luan toen. Ja. Ja, dat klopt. Dat klopt, en dan, ja. Zeker ja. Net. En dan hebben we net de bovenbeen. Ja, toen had Luan hem weer gered. Ja, we hebben laatst de film van Luan nog een keer teruggekeken. Ja. Waar Luan in speelde. Alles ligt klaar. Zelfs de aangegeten appel van Lucius. Die proberen we er een soort van bij te leggen. De tekeningen en de lijstjes zitten in de schoen. Appel en de wortels zitten in de schoen. Ja. Nou, jongens. Op mijn bed. Maar wel trusten. Nee, die liggen erbij, maar ik denk dat ze dat wel vinden, joh. Ja. Nou, heel erg lekker slapen. Dromen over leuke dingen. En benieuwd wat er morgen in jullie schoen zit. Benieuwd. Slaap lekker. Lekker. Doei. Dag. Wel rusten. Doei. Doei. Gedaan. Er staat een briefje. Oh, en een briefje. Liever maar. Nou, papa die zet even de open haard aan. Verstopt. Mama, zou ik hem maar voorlezen? Je mag hem voorlezen. Jezus is weg. Ja, maar waar zullen de verlanglijstjes zijn? Bij de Pieten. Bij de Pieten, heel goed. Ja. Jongetjes mee. Dan moeten ze wel meenemen. Ja, dan weten ze wat er in jullie, op jullie pakjes avonds gebracht moet worden. Zou ik voorlezen? Ja, ga maar voorlezen. Moet je zitten. Lieve Luan, Lucilla, Luxie en Lucius. Wat een mooie schoenen hebben jullie gezet. Ja, dat waren jullie nieuwe schoenen. Dat klopt wel, hè? Dat is wel heel mooi. Zo mooi. Maar Lucius zo mooi schoon, zelfs. Zelf heel veel plezier. Plezier met de cadeautjes. Ja. Mama. En de succes mama. Met de videoclip. Oh. Op de opname van vandaag. Wat een super gaaf liedje. Is dat? Nee, gewoon een liedje. Een klein liedje met Koele Piet. Het klonk heel mooi toen jullie zongen. Veel liefs van pakjes Piet. Wauw, dat is lief. Dus ze hebben jullie nieuwe liedje gehoord. Ja. Dat is leuk. Nou, ze zijn dan weer meteen lekker aan het snoepen, want er liggen hele mooie hartjes, zie je dat? En in de hartjes
liggen snoepjes. Is het snoepgoed? Ja. Nou, zullen we nou eens gaan beginnen bij Luxus? Ja. Wat is Luxus in de schoen? Och, Luxie heeft alles weer verzameld. Luxie, ik bedoel, Luxie is hier. Papa. Pak je van jou, Luxus. Het is best wel zwaar. Oeh, wat zou dat zijn? Ja? Help hem maar met een beginnetje zoeken. Dat hij verder. Doe maar kijken, Luxus. Wat zit erin? Volgens mij is het eerst af en toe een scheefje voor Luxus. Maar open. Wat is dat? Wat is dit? Wat is dit? Wat is het? Vingerverf. Oh, gaan we nou weer vingerverven? Daar is die gek op. Vind jij dat leuk? Nee, daar is die gek op. Dat vind jij wel leuk. Ik heb een filmpje gezien dat Liesjes ging vingerverven. Ja, dat denk ik ook, ja. Nou, en nu Luxie de beurt? Oh, en Luxie is ook het grootste. Ja, die heeft het allergrootste pakje. Nou, Luxie, wat zou dat zijn? Wat is dat? Een wasmachine! Nee! Wat is dat, Luxie? Dus kijken. Een wasmachine? Ze heeft een mond vol met snoepjes. Mama, die had ze als een verlanglijstje. Stond die op jouw verlanglijstje? Moet je eens omdraaien. Eens even kijken. Is dit een wasmachine? Ja! Luxie. Ah, Luxie. Nou, handig. Kun je al je poppenkleren wassen? Dat is voor de poppenkleren, papa. Oh, voor de poppenkleren, papa. Papa heeft er niet zoveel verstand van. Ik kan dan gewoon iedereen een wasmachine. Kunnen ze hun eigen was doen. Dat is voor de poppenkleren, hè, Luxie? Ja. Nou, en nou Lucilla, die heeft het kleinste pakje. Ja. Hmm. Die had ik op mijn verlangenlijstje. Wat? Ook al? De tasje. Die kan je aan je grottentas hangen. Oh. Wat een schattig is deze. Even toch wel zin gehad dat jullie de verlanglijstjes hebben achtergelaten. Schattig. Oh, mag ik hem uitpakken? Ja, zeker mag je hem uitpakken. Daar moet je hem uitpakken. Ook uitpakken. Ik pak even een schaar. Ja, pak maar even een schaar. Ook uitpakken. Hoe kan dat? Want ze hadden nog niet onze verlangenlijstjes. Nee, dat is een goeie. Ik denk dat... Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat ze gewoon een voorraad hebben. En dan zien ze je lijstje. En dan denken ze, oh, hey, ja, komt goed uit, want die heb ik hier. En toen, hop, hebben ze die zo in je schoen gedaan. Of misschien wisten ze het al dat ze jullie de verlanglijstjes hebben zien knutselen. Dat kan ook. Dat kan. De Spiekpiet, hè? Die is ook altijd op de loer, zeg maar. Ja. Ja, Luxie. Ik had van chocola. Oh, ja, had chocola. Luxie heeft weer een lekkere mond vol snoepjes. Lekker dat je ontbijtje, ja. Vroeg om ontbijtje. Ja, lekker ontbijtje. Kijk eens. Hm? Ja, Luxie vindt het ook lekker. Ja, zo. Nou, handig zo'n grote broer. Ja, hm? Papa niks te doen, hè? Een grote broer. Ik ga die zo meteen aan mijn grote tas houden. Ja, ja, dat is goed. Kijken. Oh, super schattig. En dit is... leuk. Ja, mooi, liefie. En die kleurtjes is ook leuk. Niet zoveel snoepen nou, hè? Luxie is de laatste, hè? Luxie heeft het laatste snoepje in de mond. Ben je misselijk voor dat bedacht voor je? Nou, en daar is de wasmachine. Ik heb die. Kijk eens. Doe daar straks batterijen in. En dan doet hij het echt. Ja, moeten we zo even een batterijtje erin. Hé, maar jongens, er ligt nog een cadeautje in de schoen. Ja. Voor wie zou die zijn? Ik ga even hier zo zitten. Ja. De laatste. Of heb je mijn chocolaatjes gegeven? Ja, op een chocolaatje. Mama. Ja. Oh, en kleerhangers erbij. Ah, oh, er kleerhangertjes bij. Wat is het? Nou, deze had ik ook op mijn verlanglijstje staan. Dat doet ook op je lijstje. Nou, dit is een lamp. En als je deze lamp aangezet... Oh. Wat gaaf, man. Kun je dat zien? Ja, nu heb ik het nog een beetje licht, maar... Ja, dat is een protector, denk ik. Zo'n KP-protector. Ja. Zie je dat? Wat is KP dan? Papa, weet je dat niet? Ja, wel? Wat is KP nu dan? KP? Wat staat dat voor? KP. Oh, knolpower. Oh, en zo. Nou, en zo. Een knolpowerlamp. Papa, dat weet je. Dat weet papa wel. Tuurlijk, ik ben nog steeds stuk. Als je die in het donker zet, dan zie je allemaal vormpjes op. Ja, dat klopt. Mooi. Heel leuk. Ja, die vindt Liesjes natuurlijk ook mooi, zo'n lamp. Oh, dit is een lamp. Ja, wel voorzichtig mee zijn, Luc. Ja. Dat is echt glazen. Heel mooi. Nee, het is plastic. Oh, ja, maar nog. Nou jongens, wat zeggen jullie dan tegen Piet en Sinterklaas? Dankjewel! Nou jongens, dan sluiten wij deze vlog voor vandaag af. Zoals jullie zien is het al van ons de volgende dag. Wij gaan zo meteen
lekker ontbijten. En dan komen zo meteen ook de mensen van de videoclip, de bekenden voor ons, waar we ook mee natuurlijk de Sinterklaasfilm hebben opgenomen en onze eigen Bellinga film. Dus het zijn gewoon weer bekenden voor ons die gewoon lekker bij ons thuiskomen. En dan gaan we de videoclip opnemen, maar dat gaan jullie niet vandaag zien. Dit gaan jullie natuurlijk morgen in de vlog zien. Voor nu zeggen we jongens, vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de... Duimpje omhoog! Abonneren, klik op het belletje en we zien je morgen heel graag weer in een nieuwe vlog. Wow. Tot morgen! Samen maken we van elke dag een feest. Samen is alles beter. Zet het huis op stelten. Blijf de dag, want de tijd vliegt snel voorbij.